De wielersport bloeit. Wie fit wil zijn, pakt de fiets. Nederland kent daarom meer wielersporters dan ooit. Ruim 1 miljoen fanatieke fietsers beleven wekelijks veel plezier aan hun sport. Ook op topniveau gaat het ons voor de wind. Onze toppers pakten WK-medailles op alle wielerdisciplines. De Nederlanders pakten op de weg bovendien meer dan 100 profzegers in 2014. Een record. We fietsen dan misschien meer, we trainen minder. De moderne sporter pakt niet langer zijn fiets om zomaar 4 uur door de polder te rijden. Daar heeft hij de tijd niet meer voor. Er is bovendien zoveel meer op een fiets te doen dan koersen op de weg alleen. Fietsen pas je in je volle agenda na steeds meer andere vrije tijdsbestedingen. Jezelf fit fietsen is een must, maar dan wel zo efficiënt mogelijk. Strandraces, fictiewedstrijden, een Strava-challenge of online competities die je fietst op de home trainer, dat is wat de moderne wielersporter, naast de traditionele wedstrijdvormen, wil kunnen doen. Steeds meer verenigingen oriënteren zich al op deze veranderende omgeving. Trainingsschema's kun je downloaden. En afspreken met je fietsvrienden doe je gewoon op Facebook. Generatie I doet het op zijn eigen manier. De moderne sporter stelt zich voortdurend de vraag: what's in it for me? Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap terug? En vind ik dat het waard? Wet en regelgeving en toegenomen aansprakelijkheid zorgen ervoor dat van organisatoren een professionele aanpak wordt geëist. Een wedstrijd organiseren is moeilijker geworden en kost heel veel tijd. Ook verenigingen moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Voor de vele vrijwilligers een ingewikkeld probleem. Al deze ontwikkelingen zijn voor de KNWU aanleiding om na te denken en zich samen met jou te oriënteren op de toekomst. Hoe ziet de wielersport er in 2020 uit? Welke rollen en taken zou de KNWU op zich moeten nemen? En hoe gaan we dat organiseren? Discussieer mee over de toekomst van de wielersport. Deel jouw visie op ons digitaal platform of praat mee tijdens een van de bijeenkomsten bij jou in de regio.